Hallo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we in Pretpark Tycoon. Deze game is super leuk om te spelen. Heb ik al heel vaak gespeeld, heb ik kapot gespeeld. Maar nu neem ik jullie mee in een pretpark die ik ga bouwen. Of al een beetje heb gebouwd. Ik heb een mega farm park. Dit is mega farm park. Dit is mijn pretpark in Pretpark Tycoon. Pretpark Tycoon. Teampark Tycoon eigenlijk. Niet Pretpark Tycoon, maar Teampark Tycoon. Nou, dit is wat ik al eens een keer heb gebouwd. Voor een gedeelte. Als uittest. Dit wordt ongeveer de stijl die ik wil voor mijn park. Het is de eerste attractie. Het is een soort van oude tufferbaan. Oude tufferbaan. Ik weet niet hoe je dat precies noemt. In ieder geval zo'n baan met van die autootjes. Er zijn op dit moment 17 mensen in mijn park. En ik heb op dit moment 3608 euro op zak als pretpark zijnde. Niet veel. Maar het is een klein parkje. Nou, ik vind het... dit is een zeer mooie baan, vind ik. Want ja, zie je, dit is niet een behoorlijk kleine baan, maar ook niet per se heel groot. Dit zou zo in een echt pretpark kunnen. Er zit ook een mooie hek omheen. Ik vind het allemaal heel mooi gemaakt door mij. Ja, dit is zeg maar het park. Weet je een betere naam? Zet het in de reacties, want Mega Farm Park is natuurlijk niet zo'n mooie naam voor een attractiepark. Nou, we gaan goed over de rails. Ik kwam me net eventjes achter dat de wielen niet meedraaien. Heel zonde. Heel zonde, vind ik. Het was een leuk ritje. Maar het is niet spectaculair of zo. Het is, valt wel mee. Nou, hier kan je dingetjes kopen. Nou, dit is de... Hoe noem je dat? Even... Hij is aan het inladen. Hij geeft niet aan wat het is. Ah ja, hier is de ijswinkel. Hier is de hete, hier zijn de hete drankjes. En dit is gewoon een frietzaakje, kijk. Frietstal. Oké, mooi. Nou, dit is eigenlijk wat het park op dit moment is. Dat is niet veel. Maar ik wil hier rechts een hele mooie achtbaan in die stijl als hier links. En dat wordt een soort van cowboy-achtig iets. Ik vind het een beetje cowboy-achtig. Een beetje, je weet wat, Drievliet, die stijl, met zo'n oude trein. Even kijken, hier, ja, deze trein kost wel mega veel geld, vind ik. Dit is niet een koopje, maar ja. Ja, dit is zeg maar een beetje pretpark. Daarachter heb je nog een eetplekje en dat was het eigenlijk wel. Nou, dit was de video en ik zeg laters!